Toen er nog geen koelkast was, wilden de visboer en de slager hun waren ook graag vers houden. Daarvoor gebruikte men letterlijk een ijskast, waarin grote staven ijs lagen om de waren te koelen. Die werden gemaakt in fabrieken die de staven ijs maakten en met koelwagens bij de klanten afleverden. Oranjeboom had voor particulier gebruik zelfs een dubbelwandige zelftap. Zo was het gebruikelijk dat brouwerijen ook staafijs maakten. Hier zien we een grote ammoniakcompressor. Grote vormen worden met water gevuld en in een sterk gekoeld pekelbad geplaatst. Na het bevriezen van het water in de vormen, worden de vormen kort in een warmbad gedompeld. Waardoor het ijs loskomt van de vorm en opgeslagen kan worden in het magazijn. Zo maakte de oranjeboom wel 120 ton ijs per dag.